superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag een AliExpress shoplog voor jullie. Ik heb er zelf echt super veel zin in, want het duurde namelijk echt super lang, vond ik, voordat het alles binnen was. Het duurde echt zeker meer dan een maand voordat alle spullen binnen waren. En ja, ik weet niet, ik ben een beetje gewend de laatste tijd, of als de laatste tijd, de vorige keer duurde het ook al wel wat langer. De tijd daarvoor duurde het altijd een beetje korter. Dus had je het binnen 2-3 weken wel in huis, maar tegenwoordig duurt het weer echt behoorlijk lang, vind ik zelf, voordat het in huis is. Waar dat aan ligt, geen idee, maar volgens mij hebben ook meerdere mensen daar last van, want ik lees onder mijn AliExpress shoplogs wel eens van jullie dat jullie daar ook last van hebben. Of althans, de vorige AliExpress shoplog las ik dat ook, dus ja, waar het aan ligt, geen idee. Ik had ook wat spulletjes besteld die ik mee kon nemen op vakantie, omdat ik op vakantie ben geweest afgelopen 2,5 week. Alleen die waren dus niet binnen, dus heb ik die niet mee kunnen nemen. Maar goed, maakt niet uit, ik kan ze toch nog wel gebruiken. Ik heb echt superveel binnengekregen, dus ik ga er lekker een beetje snel doorheen. En ja, we gaan kijken wat ik gekregen heb. Eens even kijken, dit pakketje. Ik heb heel veel dus ook nog niet opengemaakt, omdat ik alles pas had gekregen toen ik terugkwam op vakantie. En toen dacht ik ga gelijk deze video opnemen. Als eerst deze haaraccessoire. Ik zal de prijzen wel in beeld zetten en er komen sowieso ook linkjes in de beschrijving. Zodat jullie er eventueel heen kunnen mocht je iets ook willen bestellen. Als allereerst deze haaraccessoire. En deze kun je dus gewoon mooi in je haar doen. Als je bijvoorbeeld je haar in een staart naar achteren hebt. Of gewoon dat je de bovenste laagjes naar achter hebt. En dan kun je deze heel mooi daar zo in vastklippen. Dan heb je gewoon een leuk haarsieraad erin. Staat gewoon net wat leuker. En ik dacht dus superleuk voor op foto's op vakantie. Maar ja, hij was dus nog niet binnen. Maar goed, dan gaan we hem gewoon nu gebruiken. Want nu heb ik hem dus wel. Dan het volgende pakketje. Dat is deze. En hier zit, als het goed is, wat ik lees op de verpakking, een pen in. Die had ik namelijk besteld. Ik vond deze wel heel erg leuk eruit zien. Met zo'n kroontje erop. Ja, ik weet niet. Ik vond hem wel wat hebben. En ik weet niet, we hebben gewoon niet zoveel leuke pennen. En ik dacht, voor als ik straks mijn eigen bedrijfje ga beginnen, wil ik gewoon dingen kunnen noteren en zo, wanneer ik in gesprek ben met cliënten. Dus dan is een pen altijd handig. En ik wou gewoon een leuke pen in plaats van een saaie standaard pen. Ja, het volgende pakketje. Volgens mij is dit een hoesje voor de iPhone. Oh, twee hoesjes zelfs. Deze twee. Het zijn wel andere inderdaad. Ik denk al dadelijk heb ik twee dezelfde, maar dat is niet zo. En dit zijn van die hoesjes met een ringetje op de achterkant, zodat ze minder snel vallen. Het zijn flexibele hoesjes. En ik vond het wel leuk in een soort marmerkleurtje, marmertintje, een paarse marmertint en dan er zit er zo'n ringetje al aan vast. Echt ideaal. Er zit aan de binnenkant zo'n nopje waarmee die bevestigd is. En je kunt het ook gewoon draaien. Dus dat is ook super. Het werkt wel wat stroef. Maar misschien dat het wat soepeler gaat als je hem om je telefoon bevestigt. En dit is de andere. Ik denk dat ik persoonlijk toch wel deze het mooist vind. Die heeft gewoon net dat mooie marmerpatroon als deze. Maar goed, ja, ik vind ze beide gewoon top eruit zien. Dan even kijken. Het volgende pakketje, die had ik al wel opengemaakt, zie ik. Want daar komen deze twee superleuke scheplepeltjes uit. Ik ben de laatste tijd echt enorm fan van allemaal vintage accessoires en zo. Waaronder dus onder andere ook van deze soort schepjes. Ik vind deze zo leuk. En dan het patroontje ook wat erin zit. Echt geweldig. Het staat gewoon super leuk, vind ik. En met name als je het in plaats van een lepel gebruikt. Ik weet niet. Het heeft gewoon een leuk gevoel of zo. Volgende pakketje had ik ook al opengemaakt. Die had ik al binnen voordat ik op vakantie was. En dat is deze hoes ook voor de iPhone.
Ik heb trouwens een iPhone XS, die niet telt. En dit is gewoon een harder hoesje. Kun je ook je pasjes insteken aan de achterkant. Is geloof ik van leer. Aan de binnenkant te zien. Ik vind hem persoonlijk zelf alleen niet heel mooi. Ik weet niet. Ik had hem wat mooier verwacht of zo. Geen idee waarom. Want toen ik de foto's terugzag, dacht ik... Hij lijkt er eigenlijk best wel op. Maar ik weet niet. Maar ik kocht hem dus omdat je in de achterkant heel handig je pasjes kwijt kan. En ik nu zo'n hoesje heb waarmee je dus... die heeft zo'n flap, dus die doe je over je voorkant heen. En als je dan wil kijken hoe laat het is, moet je eerst gewoon die iPhone of die hoes openmaken, om het zo maar te zeggen. Wat ik niet altijd even handig vind en zo. Dus ik dacht, nou, ik koop er zo eentje. Alleen ja, hij is gewoon wat simpel. Ja, niks aan te doen. Door naar het volgende pakketje. En deze heb ik gisteren al opengemaakt, want ik wilde een lijst verwisselen. Want ik had dus bepaalde posters besteld. Ik wist alleen dus niet in welke verpakking welke poster zat. Dus ik had deze al opengemaakt. Ik kon niet meer terug in de verpakking. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik kan hem ook nog steeds zo laten zien. Hij komt trouwens overigens, de poster komt om zo'n harde rol heen. Wat wel heel erg fijn is, waardoor die gewoon dus ook goed eruit ziet als je hem uit de verpakking haalt. En de eerste poster is dus deze poster van een uil. Het is best wel een bekende poster. Kun je ook vaak in schilderijen kopen, deze poster. En ik vind hem gewoon echt super vet. Met name omdat die uil gewoon helemaal wit is. En hij dan een knalblauw oog heeft. Super gaaf. En ik had hem dus eerst in een lijst gedaan. En die lijst is goud. Alleen dat vond ik niet zo mooi staan. Hij staat toch wel echt mooier in een zilveren lijst. Dus ik heb in die gouden lijst nou een andere poster gedaan. En die zal ik ook even laten zien. Want die had ik dus ook nieuw binnen. En dat is deze poster waar ik het over heb. Ik vond hem echt zo gaaf. Het is echt een beetje een bohemian poster. En dat vond ik toch wel heel erg... Ik ben echt een beetje fan van die sfeer de laatste tijd. Met name in de slaapkamer probeer ik hem echt heel erg door te voeren. En ik zag deze en ik was echt op slag verliefd. Het leek me echt super gaaf voor in de gang, in de hal. En daar hangt hij dus nu ook. Zal ik even laten zien. En zo ziet hij er dus uit in de gang. Ik vond hem hier wel heel erg mooi hangen. En daar vond ik de gouden lijst dus wel echt heel erg mooi bij staan. Dus die past er echt top in. Door naar de volgende. Ik heb nog een poster besteld. Ik weet alleen maar god niet meer welke. Dus het is ook voor mij een verrassing. Het is ook weer goed verpakt. Oh, en dit is een quote, ja, inderdaad. Omdat ik in de gang... ook nog een schilderij of een lijst heb hangen met een quote erin. En ik dacht, ik wil gewoon nog een quote erbij, zodat ik hem kan afwisselen. En dat is deze geworden. Hij is wel een beetje gekreukt, zie ik. Maar op zich niet heel storend. Do what you love. Dat is gewoon echt een beetje mijn life quote. Do what makes you happy. Do what you love. Doe wat jij gewoon belangrijk vindt en waar jij voor staat in het leven. Een nieuw pakketje, een wat kleinere. Geen idee wat hier ook weer in zit. Oh, lepeltjes inderdaad. Ik ben echt gek in, zoals ik al zei, van vintage dingetjes. Waaronder ook gouden lepeltjes en zo. Goud bestek vind ik echt geweldig. En ik had dus deze schattige... gouden lepeltjes besteld. De vorige keer in mijn vorige AliExpress shoplog had ik ook al lepeltjes besteld. Ik zal ze even linken hier ergens. Die waren namelijk ook echt super gaaf. Super leuk. En ik zag deze en ik dacht, deze wil ik er nog bij hebben. Die zien er dus zo uit. Super leuk. Ja, echt heel blij mee. En dan het volgende pakketje. Dat is een waist chain. Hier was ik ook echt heel erg benieuwd naar. Wilde ik dus eigenlijk ook meenemen op vakantie. Maar was hem dus niet geworden. Maar goed, het is nog mooi weer. Dus die kan ik vast nog wel dragen. Ziet er zo uit in de verpakking. En dit is hem dan. Hij is gewoon heel simpel. Hij is ook echt van een beetje flutmateriaal. Maar goed, hey, dat is Ali. Dat weet je gewoon. Maar hij heeft wel van die leuke embleempjes aan de... aan de zijkant en hier nog eentje. Oh, even kijken hoor.
Oh ja, dan maak je hem zo vast. Dus dan heeft hij wat meer kettingen aan één kant. En gewoon één ketting aan die dan doorloopt. Klinkt weer lekker logisch. Maar jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel. Dus je maakt hem dan zo vast en dan heb je hem zo om. Ja, hij is wel echt super leuk. En op zich, je ziet wel een beetje misschien dat het niet hele goede kwaliteit is. Maar het valt nog wel mee. Dus ik vind hem leuk. En met name voor die prijs is hij gewoon helemaal top. Nog een pakketje. Oh, die had ik ook al overgemaakt, zie ik. Heb je al helemaal overgemaakt? Nee, volgens mij nog niet. Oh ja, om te kijken wat erin zat. Dit vond ik namelijk ook echt zo'n leuk item. Dit is een onderzettertje. En die vond ik er gewoon super leuk uitzien. Gewoon om foto's bijvoorbeeld mee te maken. Of theezakjes op te zetten of zo. Ik vond hem gewoon echt heel erg leuk. In de vorm van een beetje een soort lotus of zo. Maar ook weer niet echt. Maar ja, ik vind hem gewoon super cute. Even kijken, dan hebben we er nog twee. Ik ga eerst deze openmaken. Ja, deze. Deze wou ik dus ook echt graag meenemen op vakantie. Maar ja. En dat is een een water... hoe zeg je dat? Een hoesje voor je telefoon voor onder water. Dat is een waterafsluitend hoesje. Want ik wou heel graag onder water filmen tijdens het snorkelen of foto's maken. Maar ja, maakt niet uit. Ik heb hem nu, dus ik kan hem voor alle volgende vakanties kan ik hem gaan gebruiken. Er zit een koordje ook bij. Dus dat is ook top. Ik snap alleen niet zo goed hoe je hem moet gebruiken. Oh, wacht even. Zo maak je hem open. Oh, oké. Okay. Dus je maakt hem open zo en dan stop je je mobiel erin. En dan kun je hem dus weer zo... sluiten. Waardoor er dus geen water in zou moeten komen. Ik ben heel erg benieuwd of die werkt. Dus ja, die is wel super handig. En als laatst in dit pakketje zit nog een hoesje voor je mobiel. En ik dacht in eerste instantie, heb ik nou weer gewoon een hoesje zonder voorkant besteld of zo. Maar dit is een magnetisch hoesje. Dus dit is de achterkant en dit is de voorkant. Op de voorkant zit dus verder niks. Het is gewoon, gewoon alleen het frame. En die klik je dus gewoon zo erop. Ja, en het is weer een beetje typisch Ali. Want het zag er natuurlijk super mooi uit op de foto's. En in real life denk je... ik weet niet of het gaat werken. Hij blijft wel gewoon vastzitten. Dus de magneet is wel echt sterk genoeg. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het toch wel... Ja, het is in principe prima kwaliteit. Hij is ook hard. Maar ik weet niet. Ergens dacht ik dat er misschien ook nog een voorkantje op zat. En dat had ik persoonlijk wel iets fijner gevonden. Omdat ik soms toch best wel panisch ben dat mijn voorkant van mijn scherm eraan gaat. Maar dat zou niet moeten in principe. Want ik zal hem er eens in doen. Als je hem nou zo erop klikt. Dan, dan zit hij er natuurlijk toch een stukje omheen. Dus als hij valt hij niet gelijk op het scherm waarschijnlijk. Ik heb ook nog nooit gehad dat het scherm is gebroken. Dus daar ben ik ook super blij mee. Maar toch, je weet maar nooit. Maar zo ziet het dus er vervolgens uit. En de achterkant is doorzichtig. Dus je ziet nog gewoon je eigen kleur van je telefoon er doorheen. Dat was mijn AliExpress shoplog. Behoorlijk veel items dus. Heel veel telefoonitems. Maar dat kwam omdat ik toen ik dus de spullen bestelde net mijn telefoon nieuw had. En dat is inmiddels al best wel een tijd geleden. Goed, ik hoop dat je hem leuk vond. Mocht je dus benieuwd zijn naar de linkjes, die zijn dus in de beschrijving. En dan hoop ik je natuurlijk heel graag weer te zien volgende week donderdag om 4 uur bij een nieuwe video. Bye bye!